Dag, dames en heren. Den Haag is straks één ziekenhuis armer. Over uiterlijk 5 jaar sluit het Bronnevoos ziekenhuis. Het koninklijke ziekenhuis waar alle drie de prinsessen zijn geboren. Het bestuur van Haaglanden Medisch Centrum heeft dat besluit vanmorgen bekendgemaakt. En bij het Bronnevoos staat verslaggever Hans Ottia. Hans, wat houdt de beslissing nou precies in? Nou, hier bij Bronnevoos gaat het eigenlijk al vrij snel veranderen. De spoedeisende hulp en de acute zorg en ook de verloskunde bijvoorbeeld, die gaan direct naar het Westeinde ziekenhuis. Dit wordt hier nu een weekziekenhuis met veel polyklinieken vooral. Die komen hier naartoe. Westeinde wordt verbouwd, Antoniushoven wordt verbouwd. En dan uiteindelijk na 3 jaar zie je dat het hier dicht kan en dat Antoniushoven alle polyklinieken overkrijgt. En waarom was dit nodig? Nou ja, het heeft met meerdere factoren te maken uiteraard. Bijvoorbeeld de vergrijzing, de toenemende dure zorg voor minder mensen. De overheid die steeds minder geld over heeft voor ziekenhuiszorg. Dat mag maar 0% stijgen dit jaar, de komende jaren. En natuurlijk ook niet te vergeten de personeelskrapte, zegt ook de Raad van Bestuur. We hebben een keuze gemaakt om in te spelen op ontwikkelingen die er zijn in de zorg. Meer zorg thuis, dichter in de buurt. Dus dat betekent dat je ook minder ziekenhuiszorg nodig hebt. Dat hebben we ook. Je merkt ook in ons ziekenhuis dat er minder patiënten zijn. Maar de patiënten die er zijn, die hebben meer klachten. Dus daar hebben we meer zorg voor nodig. Dus voor minder mensen moeten we meer zorg bieden. En tegelijkertijd willen we ook kunnen investeren in de toekomst. En daarvoor moeten we ook een doelmatig ziekenhuis zijn. Wat heel belangrijk is, en dat is wel zeg maar, de belangrijkste reden of aanleiding van de afgelopen 1,5 jaar, is dat we enorm personeelstekort hebben. En dan merk je dat je eigenlijk handen aan het bed tekort komt. En door deze beweging die we nu maken, Bronnevoos weekziekenhuis in 2019, zorgen dat we gaan concentreren de acute zorg, de volgende stap gaan maken om Antoniushoven voor te bereiden op het opnemen van de planbare zorg uit Bronnevoos, zorgen we er voor de toekomst toe ook voldoende handen aan het bed krijgen voor de patiënten die het nodig hebben. Ja, Hans, de grootste klap valt dus bij Bronnevoos. Personeel werd vanmorgen op de hoogte gesteld. De buurt kreeg een brief in de bus. Hoe is het daar gevallen? Ja, van de buurt weten we het nog niet. Dat zullen we gaan merken volgende week als er bewonersbijeenkomsten zijn. Dan kunnen mensen daar hun ei leggen en hun vragen stellen. Hier bij het personeel in Bronnevoos, waar de grootste klappen vielen, ja, dat zul je begrijpen, daar vielen ook de meeste tranen vanmorgen. Ze waren aan het huilen. Ze hadden verdriet. Echt verdriet. Maar ze begrepen het wel. En dat verdriet is meer gebouwgebonden, wijkgebonden, dan dat het te maken heeft met de organisatie. Ik heb echt het gevoel dat wij als Bronnevoos zijn verkwanseld. Wij zijn altijd een heel goed bedrijf geweest. Het was heel lastig om wat ik dan hoorde. Bijvoorbeeld op een spoedeisende hulp op 3 locaties toen de tijd, nu 2, om daar de diensten gevuld te krijgen. Ik vind het voor het bedrijf heel erg, maar ik vind het vooral voor de patiënten heel erg. Want de patiënten zijn de dupe. Als ik hier naar een ziekenhuis moet, dan ga ik natuurlijk het liefst hier naartoe. Maar het Westeinde is volledig onbereikbaar voor ons. Parkeer is daar een ramp. Het verkeer is een ramp in die binnenstad. Ik merk heel veel onrust bij mijn patiënten in de spreekkamer. Al mijn collega's merken dat. Die vragen, kan ik nog wel bij u terecht? Wat moet ik, dokter? Waar moet ik heen straks? Ik neem aan dat als je komt bevallen, dat je dan wel mag parkeren. Dat hoop ik. We blijven ook zorg bieden in de buurt. Alleen het zal op een andere manier gaan plaatsvinden. Het zal betekenen dat als er bepaalde dingen zijn waar je last van hebt, bepaalde ziektes hebt, dat je daarvoor voor een ingreep misschien iets verder moet gaan reizen. Maar dat je dan ook op kan rekenen dat wij daar dezelfde kwaliteit van zorg zullen blijven bieden en dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Als er echt iets is, dan ga ik denk ik niet naar het Westeinde. Ja, Hans, Den Haag heeft ruim 500.000 inwoners en groeit de komende jaren met zo'n 100.000 mensen. Leidschendam was zijn spoedeisende hulp al kwijt aan het Bronnevoos, dat nu dus dichtgaat. Is de politiek er wel gerust op dat de zorg op niveau blijft met 1 ziekenhuis minder? Ja, met name in de omliggende gemeenten zoals Leidschendam, maar ook Voorschoten en Wassenaar, zijn de mensen echt bang, en ook de politiek dus, dat de acute zorg verder weg van hen komt en dat mensen langer onderweg zijn als de nood echt aan de man is. In Den Haag, daar geldt dat er natuurlijk meerdere ziekenhuizen nog zijn, maar daar is men vooral bezorgd dat de zorg wel op niveau blijft in alle delen van de gemeente en dat daar wel ook eerst goed overleg over plaatsvindt met alle betrokkenen. Hoe ziekenhuizen hun zorg regelen is aan hen.
daar hebben wij als gemeente formeel geen rol in. Ik vind het wel belangrijk dat dit proces vanaf nu, en daar gaat mijn focus ook naar uit de komende tijd, dat het zorgvuldig gaat, dat de buurtbewoners worden betrokken en dat gemeente Den Haag, maar ook de regiogemeente, goed geïnformeerd worden over hoe het HMC in dit proces iedereen hoort en iedereen meeneemt. En je mag ervan uitgaan dat hier het laatste woord dus nog niet over gezegd is. Met name de Haagse gemeenteraad zal er binnenkort een spoeddebat over willen houden. Maar wanneer is nog niet bekend. Dankjewel, Hans Otte.